vind het zo lastig om een leuke miner te vinden. Ik heb al naar zoveel dingen gezocht, maar ik weet echt niet wat bij hem past. Oké, okay. Ja, ik kan me voorstellen dat het lastig is. Weet je al een beetje welke richting je op wil met je miner? Wat je graag zou willen leren? Niet echt. Iedereen kiest gewoon een miner die bij de opleiding past. Maar ik wil eens een keer wat anders. Ja. Iets met creativiteit of waar ik veel vrijheid heb. Of... Oké, okay. Nou, ik weet wel iets. Heb je wel eens van community care gehoord? Nee, wat is dat? Bij community care gaat het om het meedoen in de maatschappij. Je gaat je dan verdiepen in de community in Leeuwarden en gaat problemen in de wijk onderzoeken. En vervolgens ga je de wijk in om uit te vinden wat er gebeurt in de maatschappij. Community care is ontstaan doordat de overheid niet altijd in staat is de kleine problemen in de maatschappij aan te pakken. Het uiteindelijke doel van die miner is om buurtbewoners samen te brengen. Daardoor kunnen zij de problemen oplossen in de wijk en dit doe je doordat je op zoek gaat naar geluksverhalen. Maar dat past toch helemaal niet bij mijn studie? Het neigt een beetje naar de sociale kant. Het kan toch niet aansluiten? Nou, dat dacht ik dus eerst ook, maar ik heb community care gedaan. En het is echt voor alle studies. En het heeft me eigenlijk heel veel inzichten gegeven in hoe ik anders naar dingen kijk. Maar wat heb je daar allemaal gedaan dan? Wat ik vooral leuk vond aan de mijne is dat we elke week gastcolleges kregen van inspirerende sprekers. Deze sprekers inspireren je op een creatieve manier om met je project bezig te gaan. Ook kunnen ze nieuwe inzichten geven. Het leukste is dat je vrij bent in hoe je het project wilt aanpakken. Er zijn weinig regels of eisen. Het belangrijkste is dat je de problemen op een creatieve manier probeert op te lossen. De creativiteit wordt gestimuleerd, ook door design thinking. Dit is een methode die gebruikt wordt tijdens de miner, om op een innovatieve manier naar de problemen te kijken. De methode geeft veel vrijheid en leert je om op een andere manier met problemen om te gaan. Wat ook leuk was, was dat we veel samenwerkten in de miner. Je werkt in learning companies aan je projecten en daardoor krijg je veel verschillende en nieuwe inzichten in de problemen. Vooral omdat iedereen verschillende studieachtergronden heeft. Dit vond ik erg leerzaam, maar het was ook gezellig. Oh, dat klinkt echt leuk. Nou, is eigenlijk nog wel één klein probleempje. Wat dan? Je moet je nog inschrijven. Kun je ook niet wachten om te beginnen? Neem dan een kijkje op de Stender website of op onze Facebookpagina.